Dames en heren, geweldig dat we hier vandaag mogen zijn in Rimburg. En vanochtend was ik aan de Maas, heb ik daar mogen opruimen met de gouverneur en met andere mensen. En vandaag lekker ons eigen dorp. Hier in Rimburg, met die prachtige worp, die dadelijk naar de Roer stroomt en dan in Roermond terecht komt in de Maas. En wij gaan ervoor zorgen dat er geen rommel meer, wat hier nu in ons dorp ligt, naar die Maas toe gaat en niet naar de Noordzee gaat. Want we zorgen gewoon dat onze rivieren dat die schoon zijn en dat Rimburg schoon is. En nou hebben we nog gesponsord ook. Ja, ja, zeker. Dankjewel. Ja, natuurlijk, daar niet blijft zijn. Ik blijf dat hier. Ik zie nog de dwerbang. Ja. Ja, ja. En hier nog maar. Moet je niet op de kop, hè, joh? Ja. Nee, op de kop. Nee, dit is dat. Oh ja, dat zie ik. Het wordt in de ja, dat klopt. Ja, dit wordt het wel. Ja, ja. Voor de zin. Dank je. Ik ga hem nog een keer. Voor een andere keer. Ja, de man is al heel erg wat hij is. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat we hier samen in Rimburg zijn. Hier. Iets verderop stroomt de Worm. De Worm is een riviertje wat uit Aken komt. Omdat hij kronkelt. Ja, misschien ook wel een beetje. Nou, hij heet eigenlijk Worm omdat hij vroeger en ook nog wel een beetje warm water bracht. Vanuit Aken naar de Noordzee toe. En in het Latijn heet warm water Wurma. Warm water, daarom heet de Worm Worm. Maar als je hem vanuit de lucht zou bekijken, zie je ook dat hij heel erg kronkelt. En dan is hij eigenlijk of in het bos, of misschien van een terras of een café weg te draaien. Of misschien van iemand die per ongeluk zijn raam. En dan zwemt hij rotzooi naar de Roer. En misschien kennen jullie het plaatsje Roermond wel. En iets verderop ook wat walvissen. En dat betekent dus eigenlijk dat dat snippertje wat je hier opraapt, dat kan voer worden voor de walvissen. Dat willen we natuurlijk niet, want we vinden het eigenlijk gewoon hele gave beesten. En ook gewoon, hè, die vogeltjes, die moeten gewoon broeden op takjes, maar niet op rotzooi. Dat zie je eigenlijk bij waterhoentjes, dat die gaan broeden op rotzooi. Dat is een beetje onzeker in deze tijd, hè, dat misschien iemand die ziek is iets uit de auto heeft gegooid. Moeten we gewoon niet willen. Dus laten we altijd iets met handschoenen op aanpakken. Het geldt ook voor als het al in het water zou hebben gelegen. Je weet niet wat voor stofjes er allemaal in het water zitten. En we willen vooral niet ziek worden. Hè, vooral niet ziek worden betekent ook die afstand houden. En dat zul je dadelijk merken als je gaat wandelen. Je bent heel snel in de neiging om dichter bij iemand te komen dan die grijpstok lang is. Maar als je hem dus zou kunnen raken, hè, dit gaat. Maar dichterbij moet ik dus eigenlijk niet komen. Dus... Ja, dat hoor. Oh. Dank je. Yeah. Ja, Piet, het is leuk dat je een lange arm hebt. Ja, jongens, ik heb qua troef. Wat? Ik heb het zo. Ja, dat is een glaasje. Hoi. Wat op, hè? Wat op? Thee. Thee? Verzeker ik je. Moet ik koffie dan ook niet halen? Wat je hebt daar, hoor. Wat je hebt daar, maar die. Ik heb dat niet in mijn boven. Kijk, ik heb een beetje te slapen halen. Oh ja. Dat is een beetje te slapen. Ja, dat is een die lopen met de detector in de baas. En dat doet dus gewoon een lapje, denk ik. Ja, die man.
Pieter, ga mee.